Met de aanleg van drie beachsportcourts moet de Brouwersdam uitgroeien tot hotspot voor strandsporten. Aan de zuidkant, de noordkant en in het midden van de dam leggen drie ondernemersveldjes aan waar bekende sporten als beachsoccer en beachvolleyball kunnen worden gespeeld. De ondernemers gaan ook materialen verhuren voor minder bekende strandsporten zoals strandtennis, beachhockey en de strandvariant van handbal. Het Grevelingenschap heeft in totaal 100.000 euro beschikbaar gesteld voor de aanleg. De ondernemers moeten in ruil daarvoor de strandsportvoorzieningen minimaal zes jaar lang onderhouden. Bij Beach Club Paris aan de schouwse kant van de Brouwersdam staan er nu alleen nog maar wat palen. De veldjes bij strandpaviljoens Het Gorsje en De Kous zijn al bijna af en worden inmiddels al gebruikt door toeristen. De Sport Quartz worden 5 mei officieel geopend.